Welkom bij de tentoonstelling van Online Museum de Beeld over 1672, ook wel het rampjaar genoemd. Dit jaar heet zo, omdat er allerlei rampzalige gebeurtenissen plaatsvonden in de Nederlandse Republiek. Het vormde het einde van de Gouden Eeuw, waarin de Nederlanden heel rijk en succesvol waren. Dit drama had ook impact op onze regio. Volg in deze tentoonstelling de weg van het Franse leger langs de beeld. De Vechtstreek, Martensdijk en Westbroek om de geschiedenis van het rampjaar hier in de buurt te ontdekken. Koning Lodewijk van Frankrijk is jaloers aan het einde van de 17e eeuw. Hoe kan het toch dat die kleine republiek in het noorden economisch zo succesvol is, zonder dat er een koning aan te pas komt? Hij is niet de enige die afgunstig is. De Engelse koning Charles kan maar niet verkroppen dat de Republiek zijn zeemacht verpletterend heeft verslagen. In het oosten willen de Duitse bischoppen van Keulen en Münster ook wel een stukje Republiek inpikken. Samen maken ze stiekem afspraken tegen de Nederlandse Republiek. Frankrijk valt over land aan in het voorjaar en kan de Rijn eenvoudig oversteken, want het rivierwater staat laag. In het voorjaar van 1672 wordt de republiek vanuit verschillende kanten aangevallen. Wij volgen in de tentoonstelling het Franse leger. Frankrijk rukt op vanuit het zuiden en doorkruist de Oostenrijkse Nederlanden, zoals Vlaanderen in die tijd heet. Achter Maastricht langs trekken de Fransen door de Duitse landen naar het noordwesten op weg naar de stad Utrecht. Kunstenaars besteden aandacht aan het nieuws dat Nederland wordt bedreigd zoals de schilder Johannes de Wijkersloot. Waarom zou hij een verslagen leeuw gebruikt hebben om dit af te beelden? Petrus de Valkenier is advocaat. Hij is ook de historischrijver van het boek Tever werd Europa, waarin hij als een journalist opschrijft wat de Fransen tijdens hun inval uitspoken in de Republiek. Hij beschrijft hoe de Franse aanvallen in de richting van de Veluwe, de Betuwe en het rivierengebied bij Tiel en alles op hun weg beschadigen en de plattelandsbevolking arm achterlaten. De Franse soldaten misdragen zich hiertoe aangespoord door hun officieren. Hoefes worden overvallen, er wordt gemoord, paarden en vee worden gestolen en akkers worden leeggeroofd. Alsof alle misdaden nog niet genoeg zijn. Worden de plattelandsbewoners door de Fransen gedwongen om voor hun verdedigingswerken te bouwen? Toch wordt op verschillende plaatsen succesvol teruggevochten. Zo raakt een kapitein van het leger van de Nederlanden het paard van een Franse bevelhebber in Tielerwaard. Dat veroorzaakt zoveel paniek bij de Fransen dat ze vluchten en een buitgemaakte som geld van 60.000 gulden achterlaten. Dat zou nu bijna 700.000 euro zijn, genoeg om een huis van te kopen. De situatie rond het huis Ameromme laat zien wat er gebeurt op het platteland in 1672. De adellijke familie van Reden, die hier woont, zet de mensen uit het dorp in het voorjaar gewoon aan het werk. Maar als de oorlogsverklaring van Frankrijk en Engeland komt, worden de werkers naar huis gestuurd. De kasteelvrouwe Margaretha Turner vertrekt naar Holland, het dorp zit nu zonder inkomsten en de bevolking vlucht voor de Fransen. Begin juli 1672 voegt koning Lodewijk zich bij zijn troepen in Zeist om zich voor te bereiden op de inname van de stad Utrecht. Hij verblijft op de buitenplaats Veelzicht. Ook in Zeist richten zijn soldaten vernielingen aan. Begin juli 1672 voegt koning Lodewijk zich bij zijn troepen in zeist om zich voor te bereiden op de inname van de stad Utrecht. Hij verblijft op de buitenplaats Veelzicht. Ook in zeist richten zijn soldaten vernielingen aan. Ook in de beeld worden boeren gedwongen om verdedigingswerken aan te leggen omdat de Fransen eraan komen. Op 5 juli 1672 bestijgt Lodewijk XIV zijn paard en rijdt, met een escorte voor en achter, vanuit Zijst voorbij de Petronella-kapel over de Beeldse Steenweg naar de stad Utrecht. Hij gaat daar de sleutels van de verslagen stad daarin ontvangst nemen. Het dorp De Beeld komt er niet ongeschonden vanaf. Aan de Steenstraat wordt een aantal woningen zwaar beschadigd door de oorlogshandelingen. Het dorp De Beeld komt er niet ongeschonden vanaf. Aan de Steenstraat wordt een aantal woningen zwaar beschadigd door de oorlogshandelingen. Koning Lodewijk en zijn gevolg komen via de Witte Vrouwenpoort de stad Utrecht binnen. Eenmaal aangekomen geven de regenten van de stad zich snel over aan de Fransen. Ze overhandigen de sleutels van de stad aan Koning Lodewijk en krijgen daarom de scheldnaam Sleuteldragers. Vanuit Utrecht wordt opnieuw schade aangericht op het platteland. De brug over de Beeldse Gift wordt door de Fransen vernietigd. Het Franse leger is nog lang niet klaar met de Nederlanden. Voordat we de route van de Fransen door onze regio verder volgen, werpen we even een blik op Den Haag. Daar zit de regering. Raadspensionaris Johan de Wit en zijn broer Cornelis worden in augustus 1672 vermoord, omdat het volk denkt dat zij landverraders zijn.